Het gaat dan eindelijk gebeuren na jarenlang spelen. Nou, dat is een beetje overdreven, maar na echt gewoon misschien wel een jaar ga ik eindelijk proberen de titel, de spelerstitel Bouws vrij te spelen. Die is al echt veel te lang uit, maar nu gaat het gebeuren. Want als je naar meneer P gaat en als je dan naar zijn mastery gaat, dan heb je helemaal op het eind de spelerstitel Bouws. En die moet ik eigenlijk gewoon vrij spelen. Dat is gewoon een titel die eigenlijk speciaal voor mij gemaakt is. Gewoon Bouws als meneer P zeide. Het enige nadeel is dat je dan 24.800 van die mastery points nodig hebt. Wat immens veel is. Ik heb wel eens uitgerekend dat dat ongeveer 20 uur spelen is. En dat vond ik altijd veel en veel te veel. Ik dacht, daar ga ik geen poging voor wagen. En waarom ik dat nu wel ga doen, is eigenlijk een vrij simpele reden. De mastery points tellen op dit moment 50% extra. Dus stel je zou normaal 100 punten krijgen, krijg je nu 150 punten. Dus het gaat eigenlijk een half keer zo snel. En de mastery points gaan binnenkort ook nog keer 2. Dus dan gaat het 2 keer zo snel. Dus dan zou je in plaats van 100, 200 punten krijgen als je een keer een potje wint. Dus dan gaat het in één keer veel sneller. Desalniettemin ben ik waarschijnlijk nog steeds 15 uur bezig. Maar het scheelt wel gewoon veel tijd. Dus ik dacht, nu is de tijd om een poging te wagen. En wat ik vandaag ga doen is met Captain Coolsan en Magic Mouse, twee spelers waar ik vroeger erg veel mee heb gespeeld. En ja, het is erg nice dat ze weer een keertje dat ik met ze kan spelen. Maar dan gaan we spelen in Knockout. En dan gaan we gewoon zo snel mogelijk winst proberen te halen. En ervoor te zorgen dat ik zoveel mogelijk mastery points ga halen. In deze video ga ik 1 uur lang spelen. En dan kunnen we dan ook aan de hand daarvan een beetje gaan kijken hoe lang het voor mij gaat duren om uiteindelijk mastery titel Bouws vrij te spelen. Ja, we gaan erachter komen. Maar voordat we gaan beginnen, doe dat duimpje omhoog. 2000 likes. Dat zou te doen moeten zijn voor deze eerste aflevering. Want ja, het gaat gewoon allemaal heel veel tijd kosten. En als de eerste aflevering in ieder geval goede support krijgt, dat stimuleert mij wel voor de volgende video's. Dus dat zou nice zijn. En vergeet ook niet te abonneren en op dat belletje te drukken. Blijf je natuurlijk ook op de hoogte van deze serie en al mijn andere leuke video's. En gebruik de code Bouws in de shop als je iets koopt. Wordt gewaardeerd. Maar ik start de timer. Die is nu gaan lopen. Dus dat betekent dat we vanaf nu kunnen zien hoe lang we bezig zijn. En dan gaan we eens kijken of we hoeveel punten we erbij krijgen. Trouwens, we begonnen met 500 mastery punten. Had ik nog niet verteld aan jullie. Misschien hebben jullie het net toevallig wel even snel gezien. Maar we zijn begonnen op 500 punten. Dus alles wat we daar erbij krijgen, ja, dan weten we dat erbij hebben. Ik kan trouwens even mijn gadget inzetten. Want dan kunnen we namelijk ook zien waar iedereen een beetje heen gaat. En daar kunnen we weer een hit doen. Ja, top. Dat is al 1 kill. Eigenlijk is meneer P best wel goed hier zo. Ja, oh, daar is een Mortus. Ik moet hier even helpen of uitkijken. Zorg dat mijn teammates kunnen killen. Oh, dat ging niet zo lekker. We moeten misschien iets meer voorzichtig spelen. Captain Coolsan leeft nog wel. En die kan nu daar natuurlijk de hele tijd rondjes gaan maken. Ja, en dan wordt het voor hem of voor die Mortus wel onmogelijk om hier te winnen. Ja, die gaat dat echt nooit halen. Dus Captain Coolsan gaat hier die Mortus wel killen. Dan moeten we in ieder geval voor zorgen dat we de volgende ronde wel levend blijven. Want de chills is ook dat ik ster speler ga worden. Wordt wel moeilijk met de knokkers waarmee ik in het team zit. Maar stel dat lukt, dan krijg ik extra mastery bonus. Ja, dan krijg je iets extra erbij. Oké, maar die Mortus die geeft het nog steeds niet op. Hij heeft geen schijn van kans. Waarom geef je niet op, jongen? En ja, nu is hij alsnog bijna dood. Hij is dood. Oké, hij had het beter meteen kunnen opgeven. Maar dan kunnen we zo meteen ook eventjes zien hoe lang we bezig zijn. Ik zal hier even mijn zoeken neerzetten. Of nee, hoeveel mastery points we er in 1 game bij krijgen. Ik zal hier even die M's pakken. Ja, dank u. En ik denk dat ik hier nu dood ga door Mortus. Nou, toch nog net niet. Ik overleef het ook nog gewoon. Nou, top. Dan hebben we dit potje gewonnen. En dat is het voordeel van zo'n game mode als dit. Dat gaat gewoon erg snel. We hebben 90 mastery punten er in 1 potje bij. Dus dat schiet wel mooi op. Als we op deze manier doorgaan, dan gaan we als een Jekko. En het zou trouwens ook heel leuk zijn als we ook nog rank level 30 meneer P weten te halen. Ik weet niet of dat in deze video gaat gebeuren, maar misschien in een video in de toekomst of zo. Als we dan toch bezig zijn met meneer P die mastery halen, dan zou het natuurlijk toch ook wel heel leuk zijn als we hem dan rank level 30 kunnen halen. Maar er is dus het volgende potje spelen. Dit potje neem ik trouwens ook nog eventjes helemaal op. En daarna ga ik even een tijdje voor mezelf spelen. Want ik vind het ook een beetje zonde om, hoe moet ik hier even oppassen?
om elk potje helemaal op te nemen. Want dan wordt het ook wel echt heel veel werk. Ik kan hier even kijken of we die Rico kunnen hebben. En gaat dat lukken? Ik moet hier even oppassen. En ik heb hem net niet. Oké, okay, dat is jammer. Ik heb de Koolsam, die overleeft dit ook net niet. Nee, dat gaat dat niet halen. Dan hebben we Magic Mouse nog. En die is in zijn eentje. Oké, okay, ik vond dit potje een stuk lastiger spelen dan het vorige potje. Maar ja, misschien dat Magic Mouse hier nog iets kan. Ook al is Larry en Lori een van de beste kloggers op dit moment in Brawl Stars. Ik denk niet dat hij dit nog gaat winnen. Maar ja, zeg nooit nooit, hè. Ah, nee. Dat kon ook bijna niet. Maar ja, je wist het niet, hè. Ik heb nu bijna mijn super. Ik denk dat die Rico daar komt. Had ik een hit? Nee, die heb ik niet. Dus dat is jammer. We kunnen even kijken of we hier die Rico nu kunnen hebben. Ja, dat is mooi. Kan ik meteen mijn super even aanzetten. Helaas is Larry en Lori dood. Dus dat is wel jammer. Maar ja, misschien dat we hier alsnog iets kunnen. Wat gaat die Mandy doen? In principe, als Captain Coolsam met Chuck in het midden zijn super helemaal kan opladen, wat hij in het vorige potje ook deed, dan kan dit heel spannend worden. En ja, daar heb ik een kill. Oké, dat is mooi. En Captain Coolsam die heeft die volgende kill gemaakt. Nice. Ja, we moeten de potjes natuurlijk wel winnen. Want als we dat niet doen, nou, dan kan het nog steeds goed komen. Maar dan wordt het wel iets lastiger van. Want dan gaan de mastery points een stuk minder snel. Doe ik maar weer een paar hits. Ja, dat is mooi. En dan gaan we meteen even kijken of we hier meteen kills kunnen maken. Dat zou leuk zijn. Ja, dat is zeker leuk. Dat is mooi. Pizza God. Oh, moet hier even oppassen. En die kill hebben we ook gemaakt. Dus dan zijn we nu 3 tegen 1. En dan gaat dit wel goed, Karel, komen. Ja, Pizza God gaat dit niet overleven. Lekker, dit potje ging een stuk beter. Misschien ben ik ster spelen. Dat ben ik inderdaad. Dan krijgen we een bonus qua mastery points. Ja, inderdaad. Dus we hebben nu 117 punten in één potje gekregen. Dus dat gaat wel echt gigantisch snel op die manier. We zijn nu op dit moment bijna 5 minuten bezig. We hebben bijna 200 punten erbij. Maar ik ga even geconcentreerd voor mezelf spelen. Ik stuur jullie zo meteen weer. En dan gaan we eens kijken of we gewoon op deze manier door kunnen gaan. En stel we winnen bijna elk potje. Dan kunnen we misschien in deze video ook wel de rank level 30 halen. Dat zou helemaal nice zijn. Nou, ondertussen iets meer dan een kwartiertje bezig. We zitten op de 871 trofeeën. We hebben tot nu toe alles gewonnen. En qua mastery points. Ja, we gaan echt als een raket. We zitten al op de 1200. Dus we hebben al 700 mastery points erbij gekregen. Dus dat valt me alleszins mee. Nou moet ik wel zeggen dat we alles hebben gewonnen. En dat we nog op redelijk niveau zitten. Ik denk als we rond de 1000 trofeeën zitten. Dan ga je ook potjes verliezen. En dan is het wel zonde van de tijd. Want je krijgt alleen mastery points als je wint. Dus ja. Het is dan even zien hoe het dan gaat. Maar tot nu toe gaat het echt mega goed. Mega veel trofeeën er al bij. En we gaan echt als een raket gewoon. Oké, ondertussen nog één potje winnen. En we hebben gewoon de 900 trofeeën gehaald. En we hebben tot nu toe elk potje gewonnen. 900 trofeeën al. En hoe lang zijn we bezig? Nog geen 20 minuten zijn we bezig. Dit gaat echt insane goed. Nou moet ik ook wel zeggen dat Magic Mouse insane goed speelt met Larry en Lori. En de combinatie Larry en Lori is op dit moment gewoon insane overpowered. Dus het is ook een beetje een combi van... Die knokker is gewoon op dit moment te goed voor in het spel. En ja, ik zit met 2 ziek goede spelers. Dus het is gewoon een lekkere combi om op deze manier te spelen. Als we zo doorgaan, ga ik gewoon in deze video al gewoon de 1000 trofeeën halen. Dat zou wel echt heel erg lekker zijn als dat gaat lukken. We kunnen hier even wat damage doen. Hier ergens zit een Edgar. Die Gray kunnen we wel even mooi gaan pushen. Of in ieder geval mooi wat damage doen. Die Edgar komt daar nu aan. En die gaat nu dood. Ja, dat is de bedoeling. En die gaat inderdaad dood. Top! Nou, dan ging deze ronde ook weer erg makkelijk. En zo gaat eigenlijk elke ronde. Ik ben er wel achter gekomen. Als je snel veel mastery points wil krijgen, dan moet je er gewoon voor zorgen dat je 3 versus 3 speelt in de game mode waarin je snel winst kan halen. Geen solo of duo showdown, dat sowieso niet. Nee. En ja, met goede teammates spelen, dat scheelt natuurlijk altijd. Oké, daar is een Edgar, die moeten we even zien te hebben. Die hebben we ook, dus dat is mooi. Moet hier trouwens even oppassen voor die Fang. Dan even mijn super neerzetten. Ja, dan hebben we die ook. En met een beetje mazzel kan ik nog ster speler worden. Dat zou mooi zijn. Geen idee of dat nu het geval is. Want dat zou wel weer wat extra mastery points zijn. Maar hoe dan ook... Oh ja, ik ben ster speler. Hoe dan ook, we hebben de 900 trofeeën gehad. En dat betekent rank level 28. En we zitten nu al op de 1500 mastery points. Dus we gaan echt
Ziek hard. Ja, echt bizar. En we hebben gewoon rank 28 meneer P gehad. Op naar de rank level 30. Lekker Magic Mouse en Captain Cool zijn. Oké, dit is wel jammer. Het eerste potje die we hebben verloren. Ja, min 10 krijg je dan ook meteen. Maar we hadden een winstreak van 30 ondertussen. Dus ik ging gewoon richting mijn record weer. Maar ja, je kan ook niet elk potje blijven winnen. Hoe dan ook, we hebben echt bizar veel potjes op rij wel weten te winnen. Echt, het is al insane dat we al dik boven de 900 trofeeën zitten. Dat vind ik al heel erg nice. Hoe lang zijn we trouwens ondertussen bezig? Bijna een half uur. Dus we hebben nog meer dan een half uur te gaan. Dus het kan nog steeds helemaal prima om de rank level 30 te halen. Het zou me wel heel nice lijken om dat nu te halen. Oh, moet hier even oppassen. Maar ja, die Edgar moet ook oppassen voor mij, jongen. Oh, daar hadden we hem al bijna. Kunnen even kijken of we die Dynamite kunnen hebben. Zou ook mooi zijn als dat gaat lukken. En nog niet. Hij heeft wel zijn super verspeeld, dus dat scheelt. Oké, ik ben als enige over. Dan wordt het lastig. Wat ik wel kan proberen is even mijn super te halen. Dat ik die in ieder geval heb voor de volgende ronde. Want ik denk niet namelijk dat ik deze ronde ga winnen. Kunnen even kijken of we die Leon kunnen hebben. Nee, dat gaat niet lukken. Die Edgar gaat ook niet lukken. Ik bewaar mijn super, want dan heb ik die gewoon meteen in deze ronde. In mijn eentje ging ik waarschijnlijk toch niet tegen die drie anderen winnen. Dan moeten we nu zorgen dat we deze ronde wel eventjes gaan winnen. Dat is belangrijk. Ik zal hier even neerzetten. Oh, dat was iets te voorbarend. Maar ja, we hebben alsnog wel deze ronde gewonnen. Want we zijn nu 2-1. Dat gaat wel goed komen. Die Edgar kan misschien jumpen. Dat gaat hij denk ik ook doen. Maar die kan daar niks tegen. Top, dan hebben we nu in ieder geval deze ronde gewonnen. En ik heb meteen weer mijn super. Dus dat is ook heel lekker. En ik heb eventueel nog een gadget die ik kan inzetten. Ik ga nu iets minder snel naar voren. En wat gaat die Edgar doen? Ja, die Edgar kan gevaarlijk zijn. Dus dan is het altijd wel chill om meteen even wat damage daarop te doen. Ook meteen een paar hits op Leon. Dus dat is ook lekker. Dynamite is dood. En dan lijkt dit er wat meer op. Ja, want alleen die Leon die leeft nog. En die gaat nu ook dood. Top, dan hebben we deze game toch nog gewonnen. En dat betekent dat we nu weer kunnen gaan bouwen aan een winstreak. Ook al speelde ik niet eens heel lekker. Maar ja, we zitten op de 925 trofee. Dat is toch insane. Ja, ik vind het echt bizar hoe makkelijk we de 900 trofeeën hebben gehaald. Als je maar met goede spelers bent. Ja, ik word ook wel een beetje gecarried. Ja, dat scheelt ook. Maar het gaat echt te goed gewoon. En we zijn nu nog maar een half uurtje bezig. Nou, ik zie jullie zo meteen wel weer. En dan geef ik weer even een update. Nog één potje winnen. En we hebben de 950 trofeeën gehaald. Dan hebben we rank level 29. We zijn er bijna. Hoe lang hebben we nog? Ik zal de timer even bijpakken. We hebben nog gewoon bijna 25 minuten lang. Want we zitten nu op de 36 minuten. Dus het kan nog steeds gewoon prima lukken. En die winstreak, dat is belangrijk dat we die een beetje vast weten te houden. Want daardoor ga je natuurlijk punten krijgen. Oh, daar is inderdaad een Rico. En daar deed ik meteen mooi wat damage op. Dus dat is chill. Oh, die shush, die zag ik niet helemaal aankomen. En Captain Coolstand ook niet. Oké. Ik dacht, daar zit Rico in de bosjes. Maar die shush had ik aan de andere kant verwacht eigenlijk. Ja, en daardoor staan we nu in een 1 vs 1. Dan moet ik wel zeggen dat Magic Mouse heel veel 1 vs 1 heeft gewonnen. Het enige nadeel is dat Grom wel wat lastiger is. Want die is natuurlijk ook een thrower. Maar hij wint hem weer. Ja, dit is echt niet normaal. Larry en Laurie, dat is gewoon een te goede knokker op dit moment. Ik ga nu niet weer naar de zijkant, vind ik te risicovol. Dus ik blijf eventjes hier zo staan. En ja, die Grom die kan meteen niet zoveel damage doen hier zo. Dus dat is chill. Dan kunnen we die misschien al bijna killen. En we kunnen even kijken. Hier even damage doen. Ja, dat is mooi. En zouden we die nu kunnen hebben? Dat zou mooi zijn. Heb ik hem? Ah, nee, net niet. Ah, dit is shit. Oké, dat is zeker behalen. Anders had ik misschien hier in die 1 vs 1 tegen Rico nog kunnen winnen. En nu is het 2 tegen 1. Dus dat is wel een klein beetje behalen. Ja, ik ben benieuwd of ik dit nog kan halen. Ja, misschien wel. Maar dan moet ik eigenlijk één van de twee zien te killen. Misschien dat het dan zou lukken. En even uitkijken. Nee, dat gaat niet lukken. Oké, maar het zou nog steeds goed kunnen komen. Want we hebben natuurlijk nog steeds 1 ronde te gaan. En dan zijn we gewoon weer met z'n drieën. Ik heb meteen mijn super, dus dat is ook chill. Ja, dat vind ik altijd fijn. Moet wel uitkijken voor die grond. En dan ga ik hier ook meteen om het hoekje staan. Oh, shit. Dit is balen. Dit is zeker balen. Ik had die Rico bijna, maar ja, net niet uiteindelijk. Dus ik bouw hier wel van. Maar ja, misschien dat Magic Mouse hier nog iets kan doen samen met Coolsam. Ja, dat deed Coolsam mooi.
En hij had misschien door kunnen pushen op die grond. Oh nee, dat was trouwens geen grond, dat was Surge. Ze zijn met z'n tweeën. Kom op, boys. Pak ze. Oh, nou, ondertussen is Captain Coolstand ook dood. Dus dan hebben we Magic Mouse tegen Surge en een Grom. Nou, net tegen Grom alleen won die. Ik ben benieuwd of dat nu ook gaat lukken. 2-1. En misschien als hij zijn super heeft, dat hij dan iets meer kan. Maar zonder super, dan wordt dat wel erg heel erg lastig. Nee, dat gaat niet lukken. Shit, dan hebben we dit potje helaas ook verloren. Het tweede potje wat we tot nu toe hebben verloren. Dus eigenlijk valt dat wel mee. Maar ja, wel jammer dat dat dan net gebeurt. Als we bijna rank level 19 hadden gehaald. Ja, we gingen echt knijteruit. En nu gaat het langzamerhand een beetje heen en weer. Maar ja, we moeten ook tegen steeds betere spelers. Dus dan is het ook wel logisch. Ja hoor, we hebben ondertussen een meesterschap rang omhoog. We zijn nu zilver 1, dus dat is wel nice. En we hebben ondertussen bijna weer rank level 29 gehaald. De vorige keer dat we er bijna waren, toen verloren we daarna weer een paar potjes. Dus hopelijk gaat het dit potje wel lukken. En we zijn trouwens ondertussen bijna een uur bezig. We zijn nu 53 minuten bezig. Net stond hij nog op 52 en 59 seconden, dus nu op 53. Dus we kunnen nog een paar potjes spelen. Met andere woorden, rank level 30. Dan gaat deze video niet lukken. Maar we zijn wel echt immens veel omhoog gegaan. En ook qua rang. Ja, we zijn wel echt heel lekker gegaan. En misschien dat we daar Spike al kunnen pakken. Dat zou mooi zijn. En dat gaat helaas niet lukken. Ik doe wel mooi wat damage. En nu moet ik even uitkijken. Want anders ga ik daar dood. Ja, die Larry en Laurie. Dat is zo'n veel te goede knokker, jongen. Dat slaat helemaal nergens op. Oké, ik heb daar weer wat damage gedaan. En gaat die Leon nu dood? Of in ieder geval die Spike? Ja, die Spike is nu dood. Dus dat is lekker. Waar zit die Leon? Die zit daarachter. Die kunnen we nu ook hebben, denk ik. Ja, dat denk ik wel. En die is inderdaad dood. Top, oké, dan hebben we deze ronde gewonnen. Bijna rank level 29, meneer P. Oké, ik denk dat rank level 30 wel gaat lukken uiteindelijk. We hebben wel, denk ik, nog even geduld voor nodig. Oh, die Leon die was meteen onzichtbaar. Nou, dan weten we dat ook. Die heeft dan meteen zijn super verspild. Dus dat is dan wel lekker. En mijn super gaat nu ook al meteen weg. Dus dat is dan wel jammer. Nou, kunnen we niet extreem veel aan doen. Ja, op dit moment niet meer. Kunnen we even kijken of die Larry en Laurie kunnen pushen. Dat zou mooi zijn. En echt damage doen, doe ik op dit moment niet. Dus dat is een beetje jammer. Gelukkig is die Spike ondertussen dood. En overleef ik dit? Ja, dit overleef ik net. Ik zat net iets te dichtbij. En gaat Magic Mouse dit ook overleven? Ja, dat doet hij. Dan zijn we met z'n drieën tegen één Leon. Die wel zijn onzichtbaarheid heeft. Maar als wij bij elkaar blijven, dan komt dat denk ik wel goed. Ja, hij is daar zo. Oké, top. Dan hebben we deze ronde ook gewonnen. En dat betekent dat we rank level 29 hebben gehaald. Hey, ster spelen erbij, dus dat is ook wel lekker. En dat betekent dat we nu op de 2844 mastery punten zitten. Dat gaat echt als een raket. Maar we hebben nog 5 minuten, dus we zouden in principe nog eventjes door kunnen gaan. Oh ja, en trouwens, er is nu ook een nieuwe map als ik het net zag. Ja, inderdaad. Dus we hebben een nieuwe map, dus we moeten ook wel uitkijken voor die teleport die daar onderin de map te zien is. Want daar kunnen ze eventueel via teleporteren. En dan staan ze eventueel meteen aan onze kant. Dus dat is wel even oppassen geblazen. Maar ik denk niet snel dat ze dat zullen doen. Het voordeel is wel dat dit een beetje een afstandmap is. En dat ik wel een beetje over de muurtjes heen kan schieten. Als er natuurlijk geen Edgar bovenop me jumpt. Dus dit is wel een beetje een shit begin. Zul je zien dat we rank level 29 hebben. En dat het dan meteen weer helemaal fout gaat. En die Edgar, gaat hij nu dood? Nee, ik heb de Coolstand gaat dit niet winnen. Denk ik. Ja, je weet het natuurlijk maar nooit, hè. Je weet het natuurlijk maar nooit. Oh, dat deed hij nice. Oké, dan is het nu gewoon 1 versus 1. En dan zou Captain Coolstand dit misschien nog wel kunnen winnen. En dat doet hij goed. Oh, net niet. Ha, dat deed hij wel heel erg netjes. Nou, we gaan kijken of we misschien deze ronde dan wel kunnen gaan winnen. Dat moet eigenlijk wel. Moet ik wel iets meer uitkijken voor die super van Edgar. Het nadeel is dat ik ook niet echt heel lekker mijn super kan laden. Ja, ik ben het meest gevoelig voor Edgar eigenlijk. Daar komt het op neer. Oké, nu heb ik mijn super. Dus dat is chill. Dus dan kunnen we die in ieder geval een beetje gebruiken. Die meester kan ik nu ook wat damage op doen. Dus dat is ook lekker. En eventueel kan ik mijn gadget ook gebruiken. Oeh, die Surge is ook al bijna dood daar zo. Ik zal even mijn gadget erbij aanzetten.
Ja, nou, die Sutje blijft aan die kant. Ik blijf gewoon mooi hier zo. Oké, die Edgar, wat gaat die doen? Die loopt nu redelijk te pushen. En die Macy, kunnen we die nu ook hebben? Ja, die hebben we nu. Ik denk dat die Edgar zo meteen de jump gaat wagen. Of, ja, hij moet nu de jump terugwagen. Oké, prima. Want dan kunnen we nu hier namelijk een beetje pushen. Hij gaat nu de teleport nemen. Dus die Edgar, die zit nu aan onze kant. Maar ja, wij zitten nu met z'n drie aan deze kant. We moeten even kijken of we die Edgar kunnen hebben. Oh nee. Haha, man. Met z'n drie tegen die Edgar. En alsnog niet. Ja, Edgar is wel overpowered als je ze zo tegenkomt. Ja, we zijn ondertussen een uur bezig. Ja, ik ben op dit moment 58,5 minuut. Dus ik stop er voor nu mee. Maar dan kunnen we wel even kijken hoe ver we zijn opgeschoten in 1 uur tijd. We zitten nu op de 2844 punten. Dus we hebben 2344 punten in één keer gehaald. Met andere woorden, we moeten ongeveer 10 uur lang spelen. Willen we de titel Bowser halen. Dus ik, ja, dat gaat nog wel eventjes duren. Maar ja, we hebben in ieder geval een begin. Met 10 uur lang spelen, dat is wel echt insane veel. Maar hé, we zijn op 1/10, dus we zijn lekker onderweg. Maar dan laat ik het erbij voor deze video. Ik bedank jullie voor het kijken. En dan heb ik tot slot nog één ding te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Als jij nou onmiddellijk hebt genoten van deze video, dan vind je de video die hier komt te staan waarschijnlijk ook wel leuk. Dus dan kan je die nog even checken. En druk hierop, dan kan je abonneren en blijf je op de hoogte van al mijn video's. En nog één laatste iets. En dat is het allerlaatste van deze video. Check bowser.nl voor de Bowser Army kleding. Hoi.